si putihmu waar meester Dr. Simokkel heeft gewoond en gestudeerd. Zoals net weer kunnen horen, was hij de tweede president van de Republiek der Zuid-Molukken. En in feite... Op het plaket staat air mata kebenaran. Biar kematianku menjadi berkat bagi bangsaku. Minister Dr. Christian Robert Stephen Smokkel was van 5 tot 12 april 1966 de tweede waarnemend president van de Republiek Maluku Selatan. Deze herinneringsplaket werd zojuist onthuld 13 oktober 2016 door Nyonya Smokkel Taniwel en Tommy Smokkel. In het bijzijn van meester J.G. Watilete, president van de Republiek Maluku Selatan. Meester Dr. Chris Robert Stephen Smokkel, 13 oktober 1905, 12 april 1966. Woonde van 11 augustus 1927 tot 29 december 1933 op dit adres, ter Weeweg 132. Laat dit een moment zijn dat we deze woning niet vergeten. Het is een historisch moment. En ook voor de jongeren. Dat het een geschiedenismoment is. Een onderdeel van onze geschiedenis dat onze voormalige president hier zijn studietijd met zijn ouders heeft gewoond. Is politiek niet aanvaardbaar? Elk volk brengt eer aan overleden leiders. Elk volk kan het graf of de laatste rustplaats van hun leiders bezoeken, zo niet het Molukse volk. En daarom zou de Nederlandse regering veel meer moeten doen in de contacten met de Indonesische overheid om daar opheldering over te krijgen. Zolang dat niet gebeurt, kan dat boek niet worden gesloten. De Nederlandse regering wil graag verder met Indonesië en de betrekkingen intensiveren, vooral op economisch gebied. Dat kan niet wanneer er zoveel hobbeltjes blijven die genomen moeten worden. Het tweede aanknopingspunt voor mij als lid van de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor het lot van de Molukken en het Molukse volk heeft natuurlijk te maken met de komst van een grote groep Molukkers naar Nederland. Bij de komst naar Nederland hebben er zich schandalige feiten voorgedaan. Mensen kwamen hier op dienstbevel, maar werd direct na hun komst hier naar Nederland duidelijk gemaakt dat zij militair af waren, dat zij geen soldijnen kregen,
dat ze werden opgevangen in kampen die tijdelijk zouden zijn, maar uiteindelijk gewoon een permanente bestemming bleken te zijn, later in de woonwijken. Voor die schandalige ontvangst heeft de Nederlandse regering nooit excuses gemaakt. Dat is een kwestie die in de Tweede Kamer aanhangig is gemaakt door verschillende fractievoorzitters van politieke partijen, waaronder die van mij, maar ook van D66 en de ChristenUnie. Dat is een zaak die nog steeds speelt. En wij zullen ook de volgende regering, die er na de volgende verkiezingen komt in Nederland, zullen wij op dit punt blijven aanspreken. Want iedere regering neemt de verantwoordelijkheid van de vorige en de vorige en de vorige regering over. En deze kwestie blijft dus ook toekomstige regeringen achtervolgen. En ik kan alleen maar hopen dat de Nederlandse regering uiteindelijk bereid is om dat excuus uit te spreken, terwijl er nog mensen leven van die eerste generatie die naar Nederland is gekomen. Ik mag hopen dat de Nederlandse regering op dit vlak haar verantwoordelijkheid neemt. Deze regering heeft dat niet gedaan. Laten we hopen dat de volgende regering dat wel doet. Jan, initiatiefnemer van zeg maar het huis van Samukil, hè, Jan? Samen met Junus en Nonna. Samen met Junus en Nonna, ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest, Jan? Op de kop af 4 maanden. 4 maanden? Ja, 9 juni is het idee geboren. En vanaf toen hebben we eraan gewerkt. Junus de plaket ontworpen, medewerking gevraagd van Nonna en Tommy. En ja, alles is van een leien dakje gegaan. De bewoners waren direct gastvrij en gaven direct toestemming. Hoe kom je aan het initiatief? Ik had een stukje op Facebook gezet over de levensloop van Samukil. En ook zijn adres erbij gezet waar hij gewoond had hier zo. Ja. En dat stond op Facebook. Een Molukker uit Tiel die in Leiden was, die las dat en die ging gelijk naar het huis toe. Die stuurde me 2 foto's ervan en die zei... ik raakte ontroerd toen ik voor het huis van onze grote leider stond. We hebben s'avonds met elkaar gemaild en getelefoneerd. En toen zeiden we, misschien kunnen we wel een herdenkingsplakket voor elkaar krijgen. Nou, met Junus en Non over gesproken, direct opgepakt. En zo is het idee eigenlijk ontstaan. Netjes. Ja, 4 maanden. Ja. En blijkbaar woont hij dus ook nog op een andere adres. Ja, hij woont op de Maurits. Hij heeft ook op de Mauritslaan nummer 15 gewoond. Hier in Oostgeest, 2-3 straten verderop. Ja. Een aanzienlijk groter huis, een luxer huis. En daar heeft hij een aantal jaren gewoond. En daar zijn die Molukker uit Tiel en ik ook op bezoek geweest. Die mevrouw is ook gastvrij. En we mogen daar straks met z'n allen door het hele huis heen lopen om de geest van Samukil te proeven. Ja. Waarom dit huis, Jan? Hij heeft hier het langst gewoond en het eerst gewoond met zijn ouders, 5 jaar. Dus vanaf het moment dat hij in Nederland was, is hij hier gaan wonen en zijn studie begonnen. Dat andere huis heeft hij korter gewoond. En ja, eigenlijk is het gewoon zo gegaan zonder verdere bedoeling of zo. Ja, oké. Mooi.